Nou, weer starten. Op een afgesloten oefenterrein krijgt Karel vandaag les van Anton Vos. Die heeft een motor die is uitgerust met het Featless Biking systeem. Karel heeft al een paar keer les gehad, maar dat is inmiddels weer een jaar geleden. Het is dus even wennen. Eigenlijk met vijf minuten dan weet je het weer. Maar net wegrijden is het even wennen, moet je goed nadenken. Maar ik vond het wel weer heerlijk en even gas geven en dan voel je je zo mooi optrekken. Dus ja, lekker. Maar op de openbare weg rijden met dit systeem mag dus niet. Rijschoolhouder Anton Vos geeft daarom les in Duitsland, waar het wel toegestaan is. Hij snapt niet waarom het CBR het in ons land verbiedt. We hebben nog nooit problemen gehad. Je krijgt wel een keer in het begin dat ze nerveus zijn, dat ze een keer die vinger verkeerd bedienen en dan vallen ze om. Maar dat gebeurt allemaal. Zodra dat systeem erin zit in je hoofd, dan werkt het. De rechter gaf het CBR gelijk. Dit systeem mag niet gebruikt worden in Nederland. Maar Karel laat het er niet bij zitten. Samen met Anton is hij een crowdfundingsactie gestart om geld in te zamelen voor een hoger beroep. Hij vindt motorrijden te leuk. Al die motorclubs die zie je rijden zo onderweg. Met 20, 30 in een groepje, met elkaar pauze houden. En lekker tentje achterop of andere dingen. En dan denk ik, ik mag niet meedoen. Terwijl dit systeem in Duitsland, Engeland, Noorwegen en Zweden wel toegestaan is. Nederland heeft aan Europa beloofd om meer te doen voor gehandicapten. Dat hebben ze een contact voor getekend, doe het dan ook. Dat was je voor vandaag.